Waar kan het misgaan? Ik bedoel, waar kan het voor ons misgaan? Nou, waar in mijn ogen echt mis kan gaan is bij de zogenoemde hackbevoegdheid. De diensten hebben nu al een hackbevoegdheid, die mogen hacken. En ze krijgen er nu de bevoegdheid bij om ook derden te hacken. Je kunt je voorstellen dat terroristen bijvoorbeeld, die nemen heel veel maatregelen om hun communicatie bijvoorbeeld te versleutelen. Ja. Daar kom je niet zo makkelijk bij. Dus die kun je ook niet zo makkelijk hacken. Maar misschien een beetje onnozele journalisten die in contact staan met die terroristen, omdat ze, weet ik veel, verhalen over de jihad willen schrijven, die nemen misschien niet die maatregelen. En dan, de diensten mogen nu dus derden hacken, ja, om bij hun zogenoemde targets terecht te komen. En wat kan er dan gebeuren met zo'n journalist? Nou, daarvan kan dus de informatie bijvoorbeeld op straat komen te liggen. Nou, niet op straat komen te liggen, maar in Zoetermeer komen te liggen, waar de AIVD heeft. Het geldt bijvoorbeeld ook voor advocaten, zou ik heel erg bang dat de communicatie die zij met hun cliënt hebben, die vertrouwelijk is en die heel vaak al wordt geschonden overigens, dat die ook in dat sleepnet wordt meegenomen. Dus dat zij ook niet meer op een normale, vertrouwelijke manier met hun cliënten kunnen communiceren. Ja, het referendum